De aftrap van het buddyproject begint altijd met een startavond als deze, waarin we in een hele gezellige ambiance elkaar ontmoeten. En dat doen we na de koppeling door gewoon gezellig met elkaar te eten. En zij komen hier, wie zal mijn buddy worden? Dat is echt spannend, want je wordt gekoppeld aan een wildvreemde. Vooraf ontmoeten wij de bewoners van het AZC, spreken we met hun. Ze vullen ook formulieren in. Hetzelfde doen we met de Nederlanders. Dus we krijgen heel veel informatie. I'm from Syria. My old 19. I live in AZC Hardenberg. Yeah. Why are you joining the Buddy Project? I like that. Before I knew here, I like that. We become my friend new. Do you like the Dutch food? Yeah. Mooi. What's your favorite? Patates. Wij zagen een dalende lijn, want we hebben nu zeg maar 60 mensen. Maar we hebben ook projecten gehad van in totaal wel 120 mensen. Een halvering? Dat is een halvering. Dus voor dit project zaten wij na te denken van, als er geen vrijwilligers komen, dan stoppen wij. Want we gaan niet trekken aan een dood paard. En de inspanning die wij verrichten om vrijwilligers te krijgen is echt heel hoog. En dat levert nu 15 vrijwilligers op. Maar het staat eigenlijk niet meer in verhouding. Dus het is echt moeilijk om vrijwilligers te krijgen. De leuke dingen die we in ons leven doen zijn gewoon met elkaar praten, een kop koffie drinken, samen eten, boodschappen doen. Activiteiten doen die je beide leuk vindt. Het kan zijn sporten, dat kan cultureel zijn, zeg het maar. Dat is weer persoonsafhankelijk. Als het buddyproject is afgelopen, dan zijn de resultaten echt heel verschillend. 98% gaat gewoon door met de contacten. Voor de meeste mensen is het, je wordt verheven in de familiestand. Want stel maar eens voor, als jij in een ander land komt en er is één familie die zegt, je bent welkom in mijn huis en ik zet voor jou de deur open. Dan ben je echt dankbaar dat mensen voor jou willen zorgen. Dus die contacten gaan door en het heeft echt ook heel veel positieve bijwerkingen. Mensen die kunnen hun medicijngebruik afbouwen door gewoon regelmatig contact met iemand anders. Ieder mens wil gehoord worden, gezien worden en erkend worden als mens. En in ons project kan iedereen meedoen. Het maakt niet uit wat voor achtergrond je hebt. En gewoon gezien en erkend worden als mens, dat doet wat. Een luisterend oor bieden. Dat zorgt voor echt heel veel verandering.